Wat voor hond is dit nou? Dit is een Kruisje Maltese. Nou, de meesten die trainen een heel jaar voor één dans. Een heel jaar trainen voor één dans? Het ziet er heel makkelijk uit, maar dat is het niet. Hier zit echt uren training in. Ook Marja Smedema doet mee met Fello. Vlak voor ze de ring in moeten, worden ook de laatste pasjes nog even doorgenomen. Heeft hij er zin in? ja, maar of hij dan altijd de zin in heeft van, die ik van hem verwacht, dat is altijd nog wel een beetje de vraag. Het is echt een teamsport en je hebt er twee voor nodig. Je hebt de mens nodig en je hebt de hond nodig. Doet een van de twee het niet, dan valt de hele dans in duigen. De jury kijkt of de hond goed luistert en plezier heeft in de oefeningen. Maar er wordt niet alleen op de hond gelet. De baas wordt ook beoordeeld. Hoe beweeg je op de muziek? Past je kleding bij het thema van het muziek? En dan is het bijna de beurt aan Fello. Ik ben nu bezig met Fello een beetje op te warmen, zodat hij straks een beetje soepel de ring in gaat. Hoe ging het nou net? Het ging geweldig. Ja, ik ben super blij hoe hij het gedaan heeft. Het was wel weer hard werken. Dat ziet er misschien aan de buitenkant niet zo af. Maar ik heb het zweet op terug staan na zo'n dans. Maar ik ben super tevreden hoe hij het gedaan heeft.